Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe RuneScape video. Ik heb vakantie en wat doe ik dan? Me vervelen en vooral RuneScape spelen. Ik dacht ik maak weer even een video, want dan wordt het weer lekker druk in de clan chat. Hoe kom ik in de clan chat? Je tikt in MacNoobers, want zo heet mijn account. En dan bam, zit je in de clan chat samen met Jurgen. Een applausje voor Jurgen. Woo, Jurgen! Jurgen is echt een held van mij. Ik weet niet wie Jurgen is. Ja, ik weet het wel. Hij zit de afgelopen paar dagen ook in de clan chat. En dan denk je misschien, heel misschien, dat denken niet veel mensen. Ten eerste misschien waarom dat je koeien bent, kom op level 61. Ik heb botten nodig. 7 stuks. Ik ga namelijk zo meteen de quest Ghost Ahoy doen. Er is namelijk een farming patch bij Port Psimatis. En het kutte is, ik moet iedere keer 3,5k betalen voor de boot daarheen. En dan moet ik ook nog eens een stuk lopen. En dan zit de quest Ghost Ahoy doen. Dan krijg ik een hele leuke file met een vies groen spulletje erin. Als je dat leeg giet, dan teleporteer je meteen zo'n beetje naar de farming patch toe. Niet direct, maar wel indirect. En dan heb je botten voor nodig, want die kun je grinden tot Ecto Tokens. Dus ja, daarom ben ik hier nu eigenlijk. Ik dacht, ik maak even gauw een bank video. Is misschien wel leuk. Heur ik, waarom begraaf je die botten nou hierom? Tada! Dank u wel, dank u wel, dank u wel. De rest van de botten ga ik nodig hebben. Ja, dat zijn er wel genoeg. De rest van de spullen die ik in mijn inventory heb, zijn spullen die ik nodig heb voor de quest. Voor de rest bestaat 66 farming. Vanavond, nieuwe pineapple run, heb ik 67 farming. Ik wil toch echt proberen, als ik geen flikker te doen heb in de vakantie, om iets 99 te halen. Of tenminste wat dingen naar de 80. Ik ga dan ook totaal niet bedelen om donaties. Maar als je donaties hebt, dingen zoals rauwe vis. Stel jij hebt rauwe lobsters of tuna. Ik kook het gewoon voor je en ik geef het gewoon weer terug. Zo eerlijk ben ik gewoon. Als ik die XP'tjes maar pak. En als jij... Maakt niet uit wat je hebt. Ik heb toevallig vanmorgen nog iemand die had me 500k gegeven. Ik stream af en toe nog wel eens als ik een quest doe. En sommige items van een quest zijn heel kut te halen. Ik ben nu al een paar minuten bezig met deze hele zooi bij elkaar. Dat is een oak longbow. Hoe de fuck moet eraan komen? Ja, zelf maken. Duurt lang. Dus ja, vooral als ik quest aan het doen ben, als je me dan toch weer helpt, zou dat heel tof zijn. Er zijn dan vaak mensen die... Die halen dan questspullen voor me. Zo van, ik heb een oak longbow nodig. En dan zie ik in de clan chat meteen 3 mensen zeggen, hey, komt eraan. Maar het hoeft echt niet hoor, weet je. Het is super handig. Eigenlijk maak ik gewoon een beetje misbruik van mijn YouTube fame. Maar aan de andere kant, die mensen vinden het heel leuk om te helpen. Want dan zijn ze in de livestream en dan komen ze in beeld. En dan zijn ze de held van de avond. Want anders duurde de quest 3 keer zo lang. Dus ja. Als je me wil sponsoren naar mijn 99... wat dan ook. Gratis spullen voor de win. Dat mogen herbs zijn, dat mag alles zijn, maar niet uit. Ik zeg nooit nee tegen gratis spullen. Daar word je niet boos om. In ieder geval, ik zeg, we gaan een kleine bankvip maken. Ik heb 1,4 mil cash. Dat komt grotendeels omdat ik heel veel herbs farm momenteel. Ik farm momenteel deze bitches. Even kijken, ja hier. Quirams en af en toe. Af en toe is 2k per stuk. Dus dit is al 160k. Dat heb ik eventjes vandaag en eergisteren gefarmd. Ik zie ook dat ik nog wat roep dat uncut diamonds bij me heb. Kan ik die ook cutten? Volgens mij wel. Ik ga even gewoon een chisel pakken. Gewoon omdat het kan. Dus ja, 1,4 mil cash. Ik denk nog zo'n 500k aan herbs. Want die farm ik. Ik probeer ongeveer 99 farming terug te verdienen. Door een andere herbs te farmen. En daar weer mee mijn pineapple seeds te kopen. Even kijken. Waar zit het andere pronkstuk van mijn bank? Hier is mijn Abyssal Whip. Woehoe! Ik heb een Abyssal Whip. Heb ik echt op de eerste dag van mijn account gehad. Super tof. Wat nog meer top is, is deze tab. Deze spullen heb ik ook allemaal van mensen gehad. Toen ik begon. En het was kerst. Er zijn heel veel kijkers, hey Rick, wil je dit hebben? En ik was iets van, ja weet je, doe maar niet, het vult alleen maar mijn bank. En net zoals het normaal in Escape, zijn deze dingen nu vet veel waard. Ik ga even een site erbij pakken, dat is Zybes. Zybes is een site waarbij je bij... het is een soort van een ground exchange. Het werkt wat minder, want je moet iedereen persoonlijk contact opnemen. Nou, je hebt bijvoorbeeld de Christmas Cracker. Waar ik er dus eentje van heb op mijn bank. En dan zie je dus de prijs. Het is gewoon vraag en aanbod hoe dit werkt. 135k! En dan heb je dus 5 Santa hats. Heb ik er 5 van. Want toen de tijd zei ik gewoon, hé jongens, als jullie nog een Santa hat hebben, je doet er niks mee, geef maar aan mij. En ja, ik heb dit is al 300k, 500k. Ik heb eigenlijk nog echt 2 mil aan troep die gewoon rond kerst op de grond lag. Dat is super chill. Ik heb 22 allen met pickaxes. Vraag me niet meer om. 41 cut rubies, 40 cut emeralds. Die heb ik echt allemaal van random events gekregen. Voor de rest, voor de mensen die denken, oh Rick, je bent echt altijd een zeiker dat je geen tijd hebt voor je YouTube video's. Maar tegelijkertijd speel je wel RuneScape, wat echt een groot tijdzuiggat is. Nou, dat had ik ermee. Ten eerste, ik speel alleen RuneScape s'avonds. Ik speel heel veel tussendoor op een dagje, zoals nu dat ik even ga opnemen. Maar deze spullen, ik ga die quest vanavond pas doen. Ik ga nu dit online gooien en dan ga ik Watch Dogs opnemen, want die moet nog online.
In principe speel ik bijna alleen maar s'avonds. Denk ik doe heel veel AFK dingen zoals cooking en attack bij spiders die je vanzelf aanvallen. Net 50 attack gehad trouwens. En daardoor kan ik tegelijkertijd leren en documentaires kijken en films en dingen die ik normaal eigenlijk ook doe. Het is meer gewoon een bijzaak. En gezellig in de clan chat met Jurgen. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk had je er wat aan. Ik heet trouwens in-game McNoobers. Ik voeg in principe iedereen toe, alleen soms zit mijn friendlist helemaal van. Dit is trouwens Choco Kicker. Hij is de persoon die me 500k heeft gegeven. Kleine shout-out naar Choco Kicker. Zo, pats. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit is trouwens RuneScape 07. Ik zal heel graag laten zien wie erop komt. Ik denk dat sommige mensen dat zich misschien afvragen. Ten eerste, voor RuneScape 07 heb je membership nodig. Je gaat naar runescape.com. Ja? Nu druk je op game. Dat is old school. Klik je dan op. En tadaa, dit is de site zoals iedereen hem kent van vroeger. Klik je op existing user. Eenmalig uitvoeren die bullshit. En dan start je een spelletje op. Je moet dus wel member zijn. Momenteel heeft Jackx een aanbieding. 3 maanden member voor 13 euro. Dat is best wel chill. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze video. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Dus nu even te luimeren, facecam bij te gooien. Dus die krijg je ooit wel. Doei!